Dames en heren, welkom terug bij DEF. Welkom terug bij het vak waarbij alle eendjes goede eendjes zijn. Vandaag de tweede ontwerpopdracht. Vorige week in de eerste ontwerpopdracht hebben jullie uitgebreid stilgestaan bij de drie stappen analyse, criteria en evaluatie van de ontwerpcyclus. Jullie hebben je eigen sensor gecalibreerd. Vandaag gaan we een stap verder en gaan we vanaf niks zelf een sensor maken. We gaan door alle stappen van de ontwerpcyclus heen. Vorige week was ik als enige docent betrokken bij DEF. Vanaf vandaag hebben we bij elke ontwerpopdracht een gastdocent. En vandaag is die gastdocent Raymond Schouten. Raymond is technicus bij QTech, de onderzoeksgroep die onderzoek doet naar kwantumeffecten, voornamelijk met het doel om een quantumcomputer te maken uiteindelijk. Ik wil jullie even in herinnering roepen. Het experiment met de loop-free bell test, wat ik in de kick-off dag behandeld heb. Er was deze strip van gemaakt in de Volkskrant. Bij dat experiment werd er een glasvezelkabel over de hele campus gespannen, zodat bij het uiteinde met zo'n optica-tafel uiteindelijk aangetoond kon worden dat informatie sneller gaat dan het geluid. Dit soort experimenten wordt natuurlijk niet alleen in de Volkskrant over bericht, het wordt in wetenschappelijke artikelen gedeeld. En wetenschappers hopen in een zo hoog aangeschreven mogelijk tijdschrift hun artikelen te kunnen delen. En een van de allerhoogste waar je in terecht kan komen is Nature. En dat is met de loop-free bell test gelukt. Dit artikel staat in Nature. En als je nou kijkt naar alle auteurs bij dit artikel, dan zie je hier ook duidelijk Raymond Schouten staan. Dat is niet voor niks. Raymond's kwaliteit, zijn specialiteit, is als jij een of ander kwantumeffect hebt en dan zegt oké, ja, dit kwantumeffect zou moeten leiden tot een picoampère stroompje bij 2 Kelvin. Dan kan hij zeggen oké, dan hebben we deze sensor nodig, die moeten we op die manier aansluiten, deze filters ertussen, zodat we dat stroompje ook daadwerkelijk kunnen meten. Raymond weet alles van de link van fysica via sensoren naar elektronica naar data. En daar gaan ook de video's over die jullie als introductie vandaag gaan kijken. We hebben een serie video's neergezet die eerst uitleggen hoe natuurkundigen in het lab werken. Daarna uitleggen hoe een elektrische schakeling werkt, hoe je zo'n schema moet lezen. Vervolgens ingaan op condensatoren en capaciteit. Om uiteindelijk te komen tot hoe kan je een capaciteit nou gebruiken als sensor. De verzameling video's die we voor jullie klaar hebben staan is ongeveer 50 minuten. En dat lijkt weinig, maar normaal gesproken zit deze hoeveelheid stof in 2 uur college. Opgenomen video's gaan gewoon een stuk sneller dan als je voor een zaal staat te praten. Ga er dus goed voor zitten. Pak een stuk papier erbij en beschouw de video's kijken straks ook echt als college volgen. Maak aantekeningen, zodat je weet later op de dag waar je aan toe bent. En dat je ook weet waar je iets terug kan zoeken in welke video. Een hele serie video's, ga die lekker kijken. De laatste video legt de opdracht uit, daarna ga je weer met je groep aan de slag. Heel veel plezier vandaag met de tweede ontwerpopdracht van DEF. Maak je eigen sensor.